En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe Jordi versus Rick. Ik ben jullie gastheer Rick en we zijn hier samen met de enige echte. Nee, je moet zeggen bij mijn geëerde gast en dan zeg ik Jordi. Je weet wel, Jordi. Zeg maar, het ging mij erom dat zeg maar de vorige twee episodes ging het verkeerd. En ik dacht, ja. Als ik nu Rick zeg, zeg jij misschien Jordi. En dan hebben we het toch weer... Ja, nee. Maar je zei wel eerst mijn geëerde gast en dan zei ik Jordi. Maar nu zei je in één keer niet geëerde gast, toen was ik in de war, weet je wel. Ik ben nu zelf ook in de war, Rick. Kom, we moeten naar... Ja, oké, maar dat maakt niet uit, want dit keer gaan wij een cakesplief doen in deze server. Dus springen maar in, Rick, no! Oh! Zitten we in dezelfde game? Wat is dit voor klein dingetje? Wat is dit? Ik zit niet eens bij jou, joh. Ik zit ook niet eens bij... Nou, dat maakt het toch niet uit, want we gaan nu toch in principe niet echt versus, want... Vorige episode... Oh, what the fuck is dit? What the actual fuck? What the fuck? De kikker! Dit ziet er echt enorm uit als een Japanse... Japanse gameshow. Ja, Takeshi's Castle bijvoorbeeld, daar ze nooit zoiets, winnen. Zoiets. Ja, jongens, blijven jullie lekker naar boven staan. Oh, ik kan die meloen ook. Meloenen, gekke meloenen. Oh, maar iedereen verdiept heeft zeg maar zijn eigen vruchtje, dat is wel tof. Gekke meloenen. Kut. Ik zit alweer op de... Ik zit alweer op de Ik zit bij de bruine suikerverdieping. Oh, oké, okay, dus je bent al lager dan ik, zeg maar. Ja, ik ben weer helemaal boven nu. En dan ga ik daar een beetje shiften, denk ik. Oh, dat de een glowstone beetje mijn... bedoel je? Is dat de bruine suiker? Oh, nee, ik ben nu bij de roze bol. Ik wil dit... Nee, ik ben helemaal bij de roze verdieping. Dit is niet wat ik wil. Oké, ik krijg nu wat creepertjes. Lekker neergooien, gaan ze lekker achter mij aan. Ik wil weer omhoog. Je kan gewoon hoog springen in deze map, dat is wel fijn. Ah, AIDS, ik val weer naar de rolstoel. Heb je dat al door trouwens, dat je hier automatisch een hoge jump hebt? Wat, automatisch? Ja. Ja. What the fuck, is dit augurk op deze taart? Wat is dit voor taart? Nee, is dat augurk? Ik denk het niet. Ja, pickle. Wacht, hier een trucje. Ben je zeker ik zit zeg maar op het rode blok, dus zeg maar, niemand kan bij me nu. Op het rode blok? Oh! Damn, dat is fucking slim! Dat is fucking slim! In die cobweb, gewoon te wachten tot de rest elkaar doodmaakt. Yellow! Gaan deze mensen slowen. Oh nee, ik heb ze gepoisoned, dat was helemaal niet de bedoeling, sorry jongens. Maar het punt is, als ze nu onder je al die blokjes weghalen, zijn ze fucking slim bezig. Iemand zegt wel dikke gay porno hier. Ja, dat is wel zo. True. Ik ga niet ontkennen, Jordi. Hoe gaat het bij jou, cakesbrief dan? Nou, gaat best wel goed, zeg maar. Ik sta boven op het rode wolblokje. Oh, ik ook. Wat een goede start. Ja. Ik ben hier met onze goede vriend Banjo Freak. En hij is zeg maar, naast het blokje en valt hij in de kopweb naar beneden heel langzaam. Ja, dat is bij mij ook. 198909 Martens. Die dat zitten zo ook zielig. Hij gaat helemaal dood zo meteen. Ja, en het mooie is, ik sta erop. Maar die andere gozer die hangt in de staart. Ja, oh ja, en hij is gevallen en hij springt meteen weer omhoog. Oké, gekke Banjo Freak. We zijn er met z'n vijven bij ons, twee afvallers nu. Ja, ik en heb de rode blok weggehaald. Oh nee, chaos. Jordi, de rode blok is weg en ik zie geen flikker. Ja, ik heb ook de rode blok weggehaald. Ben jij hem weggehaald? Jordi. Dit is super chill. Ik zie niks. Waarom had jij het rode blokje dan niet weggehaald, sukkel? Dat had ja, je gewoon... het lukte niet met die kopweb. Had je die kopweb kapot moeten maken? Wat is er nou weer voor bullshit? Daar stond ik in. Oh, probleem, ja, maar dat kan toch gewoon. Ik val meteen naar beneden en ik zie helemaal niks. Dus ik weet niet of ik goed ga landen. Ja, het punt is, iemand heeft me gepoisoned! Oh, dat doe ik ook de hele tijd. Ja, oké, okay, haat aan die mensen die dat doen. Vieze flikkers. Voel ik helemaal niks toe als je in die kopweb zit. Dat is alleen irritant. Yo! Yo, langzaam het Waarom lacht je zo? Ik deed net alsof ik iemand zijn blokje kapot maakte. Daarna sprong ik direct weg. Daarna sprong hij ook weg uit reactie. En daarna viel hij eraf en daardoor ik niet. Oh nee, ik ga heel hard vallen zometeen. Even geduld alstublieft. Cakesbrief wordt geladen. Even geduld alstublieft. Wat is dat, Jordi? Oké. Ik ben uit het kopweb gedeeld in ieder geval. Dat is iets. Oh, nou, wat tof. Helemaal leuk voor je. Helemaal leuk, helemaal pittig. Ik heb het gevoel alsof die taart ook echt verouderd. Ik zie af en toe kleiblokjes liggen. En dan ben je het gevoel alsof dat verouderde cake is, zeg maar. Die niet ja. goed is. Ik heb nog verouderde cake liggen. Wil je een stukje? Nee, ik had laatst appeltaart. Die vond ze ook wel niet altijd lekker. Met allemaal verrotte appels en zo. Ja. Lekker. Sappig. Ja, soms is het wel lekker, ja. Appeltaart terug. Soms. Oh, die vent die net gepoisoned hebben, op mij nu iedere keer te poisonen. Hey, dit zijn echt lange potjes deze, hoor. Ja, dat is een intense man dit. Ik ga gewoon ik ga denk dat stuk onder dat midden gewoon wegvalt. Ja. Als je in die kopweb zit, dat je dan doodvalt. Dat is vet cool. Ik ga gewoon die hele tweede verdieping ga ik weghalen. Oh,
Oh fuck, ik ben in één keer bij het roze deel. Ik val echt, als je valt, dan val je echt hard. Ja, dan val je goed. Maar ja, je kan toch weer heel gemakkelijk naar boven toe. Yep. Je springt gewoon heel hoog. Ik wil weten wat de invincibility is. Ik ben blijkbaar is. De enigste nog die hier heel erg hoog zit. De rest niet. Dat is fijn. Oké, hier. Kom vechten dan, man in het rood. Oh nee. Kut. Het is echt kut. Ik denk dat we wel nog misschien ergens over moeten praten. Zijn we heel gefocust. Ja, sorry, we zijn echt super gefocust nu. Dit sorry is cool. Mensen, we sorry. Zijn fucking bloedfanatiek kwijt. Ja, oké. Okay. Zullen we het hebben over meer of minder pizza, plief? Minder. Oké, nou maar laten we het even hebben over het feit dat ik nu de game mag uitkiezen. Dus ja. Ik zit namelijk al een beetje te denken, zeg maar. Er zijn verschillende games die we kunnen doen. Waar ben je goed in? Ja, nou, ik had dus laatst dat ik een puzzelgame naar Rick toegestuurd, wat ook in de comments stond door mensen. Iemand had gezegd, deze puzzelgame moet je doen. Die leek wel leuk, maar dat lijkt me vooral een game die je zeg maar één keer kan doen en daarna moet je wel weer iets anders hebben. Ja. Maar dat had ik al met jou doorgecommuniceerd, maar ik laat het ook even weten aan de mensen. Dat wij misschien een Rick versus, of Jordi versus Rick of Rick versus Jordi, het is maar hoe je het noemt, joh, boeien allemaal precies hetzelfde. Dat we een soort van quiz gaan doen. De Impossible Quiz waar je doen, toch? Ja, en daar gewoon ook nog, zeg maar, quiz games gewoon. Ja, gewoon daarna, de andere twee dagen worden echt quizzes. Ja, ik lag trouwens enorm, dus... Je lekt je? Ja, ik lag in deze server. Oh, lag. Ik dacht, ik lekte als dat je in je broek plast. Lekte? Lekt, weet je al. Je hebt lekt. Meisjes, als ze dan maar bloeien, dan lek enorm. Nee, dat is mijn menstruatie vaak, ja. Dat ze doorlekken. Doorlekken, ja, dat. Ja. Maar is lekker. Het niet bij jou ook zo dat die server een beetje af en toe een beetje gaar doet? Die server af en toe zegt van ja, deze server nee. Is gaar, Jordi. Woody is een hele gare man. Die server bij mij zegt altijd toe, nee, nope. Dat doe ik net. Het duurt zo lang! Ik heb contact waarom gaat met niemand server. Dood? Ja, is er bij jou al iemand dood? Bij ons wel de hele bovenste verdieping is echt helemaal niks meer, zeg maar. Ja, bij mij dus wel. Ik ga nu gewoon echt... Ik ben echt totaal niet bezig met blokjes kapot maken. Dat ga ik nu maar gewoon doen. Oh nee, iemand heeft een dizziness blokje. Oh, Jordi, ik heb iemand is dood bij mij. Doe het even normaal. Nee, maar er staat zeg maar... Er staat een getal bij die leaderboard. Staat er zeg maar bijvoorbeeld 7 en 1. Ik snap niet waar die 7 voor staat, hoor. Nee, inderdaad. Je kan niet 7 mensen gekilled hebben. Dat lijkt me niet. Nee, dat is bullshit. Misschien is het voor... Nee, niet vorige wins. Dat kan ook niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik denk dat het totaal aantal mensen. Ja, ik denk dat je speelt met het aantal... het is gewoon de plaats waarin je dood bent gegaan, denk ik. De 1 is waarschijnlijk als eerste dood gegaan, 2 als tweede. En omdat wij nog niet dood zijn, zijn we allemaal 7. Oh, dat verklaart een hoop, ja. Ik denk dat het is. Nee, dat verklaart een hoop, want ik zie nu ook nummer 2 erbij staan. Ja. Rick's duidelijke verklaringen. Ik heb echt zoveel potions momenteel. Je bent echt slim, jongen. Echt. Ben je slim? Ja, je bent echt slim, jij. Ik? Ja, je bent echt Ikkie? Slim. Ja, je bent echt slim. Ik heb je wel ingemaakt in Pizza's Plief, dus dat zegt wel iets over mijn intellect, toch? Ik vind dat je nu eigenlijk ook een Minecraft-kanaal moet. Wil je mijn Minecraft-kanaal overnemen? Ja, maar dan zou ik er dan Serpent Minecraft van maken dan? Ja, Serpent Minecraft 2. Serpent Minecraft 2 play. 2 play. WC play. Wauw. Dat vind ik wel leuk in de wc, hoor. Ja, wat moet ik daar nou mee met dat soort informatie? Ja, weet ik niet. Ik ga me gewoon even iemand doodmaken, want ik vind het niet leuk meer. Ik ben agressief aan het worden, weet je al? Ja, jij ook al. Ik loop echt de hele tijd een beetje... Oh, nog 4 spelers remaining. Ze noemen me niet voor niets. Rick. Rare risico, Rick. Oh, rare risico. Normaal was het rare risico. Het was eerst toch Ricky Turbo? Ja, nu is het rare risico, Rick. De risico's die ik neem zijn erg onvoorspelbaar. Ja, ik merk het. Hey, de hele onderste verdieping is bij ons nog intact ook echt zo. Maar ja, weet je, wat gebeurt er nou als je... Ik ga echt de hele onderste verdieping nu gewoon maar slopen. Hallo! Ik ging bij iemand erbij. Wat doe je? Ik spring er bij iemand bij en dan ga ik al zijn blokken kapot maken. En dan zeg ik hallo. Oh, trouwens, op de onderste verdieping zitten dingen dat mensen duizelig worden. Dat is vet chill om ze dood te maken. Ik heb er eentje doodgemaakt. Oké, okay, mij leven er nog 4. We gaan op de onderste verdiepingen wachten tot de rest komt en dan doodmaken. Oh, dat is ook wel slim eigenlijk. Gewoon eigenlijk een normale splief is dat. Oh nee, hij heeft me! Verdomme! Ah! Dus Jordi kan nu eigenlijk nog winnen voor de heer, soort nou, van. Nou, vooruit maar. Ja, maar dan moet ik wel winnen, hè, Rick. Bij mij zijn er nog 4 spelers remaining. Jordi! 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 Je zuigt! Ja, hij back, jongen. Maak een video over waarom... Ik zuig piemel eraf als je zo doet. Waarom Serpent Gameplay zuigt. Doe maar. Ik liep serieus te denken en aan een serie genaamd... Of serie, de aflevering, waarom de prostitutie zuigt. Dat is wel leuk. Ik dat zou is gewoon, kijken. Dat is gewoon best wel goed qua titel en dergelijke. Ja. En ook, ja... Kan ook best wel, zeg maar. Ik liep zaterdag nog over de wallen, dat was heel leuk.
Ja? Helemaal allemaal lieve vrouwen keken naar hem. Zo van, oeh. Ja, maar zij ziet er wel lekker uit, jongeman. Nee, juist lekker uit, mevrouw. Met je buikje. Maar bij welke hoerde ging je langs, zeg maar? Bij de hoerde van de 50 à 100 euro? Of de hoerde van de 200, 300? Want die van de 200 naar 300 hebben geen SOA. Zijn die echt opverdeeld? Je hebt zeg maar een deeltje... Ja, je hebt zeg maar de hoerden van de 1000 euro, die hebben echt totaal geen SOA, kan je alles mee doen. Je hebt de hoerden van de 200 à 300, die zijn zeg maar wat meer voor de middenklasse. En je hebt de hoerden van de 50 euro. En je hebt de hoerden van de 50 euro, waarvan je echt altijd met een condoom moet doen, want anders krijg je echt de volgende dag last van penis. Je kan toch niet zomaar 1000 euro hoeren doen zonder condoom? Want dan op een gegeven moment hebben ze dan toch niet meer die geen SOA staat. Dus of moet je dan een SOA-test meenemen, zeg maar, van voren? Nee, maar dit is... Ja, nee. Dat werkt zo. Echt. Ik had wel een keer ergens gelezen dat zeg maar, toen AIDS opeens een ding was, dat toen mensen dus seks moesten hebben met de condoom met de prostituees. En toen, als compensatie, mochten ze zoenen met de prostituees, want eerst was dat niet echt gebruikelijk. Oh, oké. Okay. Toen dachten ze de prostituees, nou weet je, als jullie dan een condoom doen, dan mag je met ons lekker kom in. Ja, dat klinkt logisch. Ja. Oh, weet je wat je kan doen? Je kan een blokje onder je kapot maken en heel snel wegspringen. En dat kan nog echt. En dan valt die ander en dan kan jij wegspringen. Dus aan iemand anders een blokje toespringen en het blokje kapot maken. Ik zie gewoon helemaal niks. Daar komt het eigenlijk op neer. Mijn spleefcarrière momenteel. Ik zie gewoon helemaal niks. Dat is helemaal over jouw spleefcarrière. Oh nee! Een creeper! Echt waar, joh. Het zijn geen brats. Ik ga nu gewoon echt heel snel heel veel verdiepingen kapot maken. Want anders wordt het niks met mijn spleefcarrière. Snap je? Ja, ik snap hem. Dus Jordi, wat vind je van PZC? De PVV? Ja, PZC. PVV vind ik een toppartij, echt. Minder Nederlanders. PZC, Jordi. Oh, PZC. Nee, die ken ik niet. Pijpen zonder condoom. Oh, ja. Sommige prostituees hebben dat dan op bordjes op de deur hangen en zo. PZC, pijpen zonder condoom. Ik snap zo... Ja, ik heb nog nooit een condoom omgehad, dus ik weet het ook niet echt hoe dat... Ik heb laatst aan mijn vuist gedaan. Dat was een view wel. Ja, oké. Okay, dat heb ik ook wel eens een keer gedaan, maar nooit echt. Oh ja, met Bardo thuis met een mes. Rick, wacht. Dat vertellen we nooit, dat verhaal. Die beelden bestaan nog ergens, waarschijnlijk. Die beelden bestaan nog, ja. Dat is wel een dinsdagtip. De dinsdagtip, de video die nooit online is gekomen. Echt. Dat was, was best wel een goede video voor ikzelf, maar... Ging Jordi een condoom om een mes te doen? Nee, ik ging een condoomtest doen. Ja, condoomtest met allemaal voorwerpen uit Bardo's huis. Toen was Bardo even weg, ging allemaal condooms om zijn spullen heen doen. En toen zat er allemaal glijmiddel op al zijn spullen. Dat was een pijnlijke dag. Van die paddenstoelen had hij toch? Die waren helemaal glibberig. Stenen paddenstoelen, ja. Die waren helemaal glibberig. En terecht. Oh, tof. Hey, dit potje gaat echt super lang door. Kunnen ze nou niet even doodgaan of zo? En moet je naar onze verdieping gaan, dan komen ze vanzelf. Ja, nee, dan komen ze niet. Dan blijven ze juist boven staan, die flikkers. Dan blijven er de hele tijd eentje boven staan, zeg maar. Ik ga wel gewoon YOLO doen, weet je, fuck die shit. Hoppatee, kom maar. Fuck die shit, Jordi. Ja, ik ga er niet langer over doen dan dat. Ik zit nu in een game waar één iemand dood is in mijn tweede potje alweer op deze map. Nou, mensen, die hebben vandaag wel een mooie levensles geleerd voor prostituees. Ja. Dus Jordi... En Jordi heeft nog nooit een condoom gebruikt. Waarom prostituees zuigen? Ja. Gewoon voor geld, einde. Dat klopt, dat klopt. Waarom prostituees zuigen voor geld? Ze hebben geld nodig. Wie heeft dat niet tegenwoordig? Ja, wie heeft er tegenwoordig geen geld nodig? Nou, Geert Wilders heb ik zo het gevoel. Waarom heeft Geert Wilders geen geld nodig? Minder. Hij wil minder geld. Minder. Maar, Geert, hoeveel saus wil je op je broodje? Minder. Ja, denk het ook. Ik kan het overal voor gebruiken, echt. Overal. Echt overal. Ik heb het alleen nog nooit echt in de dagelijkse situatie gebruikt, eigenlijk. Nee, nog nooit? Vind ik een nu het over Geert Wilders hebben, heb ik wel denk ik vet veel zin in een broodje donner. is het raar? Nee. Het is gebruikelijke Geert Wilders shit. Man, kom gewoon naar boven toe, vuile vieze flikkertjes. Echt. Hey, zo praat je niet over vuile vieze flikkertjes. Hoezo niet? Het zijn toch echt vuile ze vieze flikkertjes? Ze hebben ook flikkertjes, gevoelens. Dit? Het zijn dan wel vuile vieze flikkertjes, maar ze hebben wel gevoelens, Jordi. Maar vinden ze dit überhaupt leuk of zo nu? Want... Anders ga ik nu gewoon echt acuut zelfmoord plegen en dan zie ik wel hoe ze het afhandelen. Wie is ze? Ja, er zitten dus twee en die lopen de hele tijd aan te kutten hierboven. Terwijl ik zeg maar al beneden zit. Ik zit hier echt al een hele lange tijd en probeer ze eigenlijk naar beneden te krijgen. Oh, dat wordt nee, dat is helemaal niks, Jordi. Maar het is wel een beetje eer, weet je. Je kan toch nog zeggen, ik heb 1/3 van deze dingen, dingen gewonnen. Wat wil je? 1/3? Ja, ik heb de vorige twee video's gewonnen, weet je al. Ah, ja. Je weet wel. Ja, je weet wel. Jordi, jij weet wel, toch? Ik wel. Jij weet wel. Kom naar beneden toe, sukkels!
Kom naar beneden, Jordi heeft jullie nodig! Kom van de dak af! Oh nee. Oh, iemand gaat hier acuut zelfmoord plegen. We zijn op de onderste verdieping en deze persoon is hartstikke boos. Volgens mij, volgens mij... Oh, kut creeper! Ik heb er eentje doodgemaakt, ik heb er eentje doodgemaakt. Ik ben even trots. En ik ben dood. Oké, mooi. Hé, kunnen we eigenlijk die video beëindigen? Zo lang voor niks. Oh, zo lang, eindelijk. Ik ben er een beetje gek van. Nou ja, Rick. Het is sowieso al een beetje gek, Jordi. Ja. Nou, ik heb het langs volgehouden. Ik heb 75% gewonnen ongeveer. Jij 25. Wat is er nou voor reden? Gewoon omdat ik niet volledig heb gewonnen. Ja, helemaal mee eens. Jij hebt deze episode alleen, hè? Deze episode alleen, ja, dat. Nou. Dat is toch wel een leuke video, denk ik. Jullie weten ik zou persoonlijk vooral dat deel met de condooms en messen, ik zou een duimpje omhoog doen. Ja, en vooral bij Bardo zelf, ja, was echt leuk. Ja, volgende keer gaan we een condoom om Bardo doen. Ja, om zijn hoofd. Om zijn hoofd. Dat schijnt leuk.